Ja, natuurlijk. Je hebt nooit meer dat je op één kanaal alle traffic krijgt. Ja. Ja. Een goede avond. Welkom bij ook Topnames. Nog... Oh, wat mag, zie jij? Mag er niet doorheen praten? Nee, bij Salto. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n nieuw kanaal. Waar Fast Moving Targets doorgezet wordt en waar je ziet dat ik krijg daar best veel reacties ik op. Ook, ik ook. Mensen zitten s'avonds te zeppen thuis. Ik zag je op tv, zeggen ze dan. Ja. Oké, maar hoeveel er zijn? Geen idee. Maar ik onderbrak je, sorry. We zijn begonnen. We zijn begonnen, ja. En te gast is Matthijs Westerwoud. Je bent van PTT. Ja. Nou ja, dan laten we daar maar beginnen gewoon. Hè. PTT, wat is dat? Ja, PTT, wat is dat? PTT, we verkopen kruidenthee. En die verkopen we per post. Dit is niet zomaar kruidenthee. We willen een verdienmodel creëren op biodiversiteit in Nederland. Dus we willen boeren stimuleren op hun land meer kruiden in te zaaien. Dat is goed voor de biodiversiteit, goed voor bijen, vlinders. Het is een groot gebrek aan biodiversiteit in Nederland. Dus wij zeggen tegen boeren, zaai een akkerrand in met kruiden. En vervolgens zeggen we ook tegen die boeren, die kruiden willen we graag weer van je terug kopen. Of daar geven we je een vergoeding voor, want daar maken we kruidenthee van. Creëren we een verdienmodel rondom biodiversiteit. En die kruidenthee die verkopen we weer aan mensen die lekkere thee willen drinken. Ja. Ja, we hebben hier veel startende ondernemers aan tafel zitten, maar de start-up scene blinkt, vind ik, niet altijd uit in idealistische doelstellingen. Maar wat jullie doen is ook echt totaal idealistisch, of niet? Nou ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar we willen heel graag dus eigenlijk een business case koppelen aan natuurherstel. Ja. En hoe beter het gaat aan de commerciekant, hoe beter het gaat aan de natuurkant. Ja, dat is het doel. Waar komt die? Want dat is echt in essentie wat jullie drijft. Waar komt dat vandaan? Dat is een goede vraag. Wij hebben alle twee, dus ik ben het samen met Daan begonnen. We hebben niet per se een achtergrond in ecologie of biologie. Eigenlijk meer een business-achtergrond. En we zijn geïnspireerd door het model en de visie van Commonland, die ook eigenlijk als een Nederlands bedrijf internationaal bezig is om te kijken van, ja, hoe kun je nou business cases koppelen aan natuur- en landschapsherstel. Voor mezelf, ik vind ondernemen waanzinnig leuk. Dingen creëren, dingen opzetten, met mijn eigen ideeën aan de slag kunnen. Maar had na een tijdje ook zoiets van, ja, zomaar weer een idee de wereld in helpen. Ja, boeien. Hè? Nog een product of nog iets anders. Hè? Ja, daar was voor mij, gaat mijn motivatie daarvan af. En nu, in deze manier, kunnen we en ondernemen en natuur herstellen. Nou, dat was echt soort van, wauw, hoe gaaf is dat? Dus dat die hand in hand gaan. En dus als jij zegt van idealisme, dat heeft nog vaak de soort van de neiging van, ja, je gaat een stichting oprichten en heel veel geld aantrekken en dat in een goed doel pompen. Maar ja, als je stopt met dat geld erin pompen, dan gaat hij er weer. Ik realiseer me dat idealisme is een ouderwets woord voor wat tegenwoordig heet purpose. Ja. Namelijk dat je gewoon iets wil doen, en dat mag heel commercieel zijn, maar het moet wel een doel hebben. Ja, exact. Iets hoger doen. Ja, inderdaad, want alleen maar winstmaximalisatie, heel veel bedrijven nog wel hebben, dat is een beetje wat mij betreft een oppervlakkig doel. Want idealisme heeft waarschijnlijk bij jouw generatie een beetje de geitenwolle sokken, gesubsidieerde sector. Zo bedoelde ik het niet, maar ik snap hem. En dus wij proberen hoe gaaf als die twee hand in hand kunnen gaan. Hey, en vertel eens, neem ons even mee in de route die je daarin gelopen hebt. Want dat is, we hebben hier heel veel start-ups. Ja. En die beginnen allemaal met validatie van het idee, en et cetera. Wat hebben jullie gedaan om hier te komen tot waar je nu bent? Ja, dat is nog niet eens heel lang geleden begonnen. We zijn eind vorig jaar, hebben we alle twee onze baan opgezegd. Daan werkte nog bij Commonland, ik werkte bij Frisse Blikken. Dus voor mij een hele andere tak. Grote bedrijven een soort consultancy opdrachten doen. Toen zijn we begonnen vanuit die filosofie willen we, dus de filosofie van Commonland, willen we gaan ondernemen. En zijn we in samenwerking met Weiland, Stichting Weiland, die zit hier in Nederland, die ook volgens deze methodiek werken. Zijn we met hun gaan kijken van wij willen graag economie en ecologie aan elkaar koppelen. En hebben we als eerst de Landscape Company opgericht.
Dus dat is een soort van onze moederorganisatie. Een beetje een holding. Ja, holdingachtig. Ja. Waarvan we gezegd hebben van, nou, die willen we op de lange termijn, willen we daar een aantal proposities onder gaan hangen. Waar dus die combi ecologie-economie elkaar versterkt. Vervolgens zijn we gewoon in november, december met een aantal boeren gaan praten. Want we wilden het ook graag in Nederland doen. Omdat er dus ook zijn heel veel duurzame bedrijven die hier iets doen wat dan voor heel ver onder de evenaar goed is. Allemaal ook superleuk, maar wij vonden het leuk en belangrijk om het ook dicht bij huis te zoeken. Ja. Want wij kennen hier de markt, het gaat over onze eigen natuur hier. Zo zijn we gaan zoeken, met boeren gaan praten van wat kunnen we doen, waar hebben jullie behoefte aan, waar lopen jullie tegenaan, blablabla. Toen kwamen we erachter van, er is een groot gebrek aan biodiversiteit. Dat kun je oplossen door meer kruiden in te zaaien. Nou, de grootste landgebruiker van Nederland is de agri-sector. Ja. Daar weer de grootste gebruiker van is de melkveehouderij. Nou, die hebben allemaal prachtige groene weilanden. En dan denk je van, dat ziet er toch schitterend uit, mooi strak. Ja. Maar dat is eigenlijk het probleem daar. Uniform. Ja, precies. Het is monocultuur. Ja. Ja. Het tegenovergestelde van biodiversiteit. Waardoor slecht is, even in dat zien. Nou, kruidenrijk grasland is daarvoor een oplossing. Toen gingen we kijken, oké, wat zijn die kruiden dan? Allerlei van brandnetel, kamille, alles wat in Nederland kan groeien, kun je in zo'n weiland kwijt. En dat is goed. En aan de andere kant zagen wij, kruidenthee is super populair. Een week voor online zagen we dat de zoekterm brandnetelthee een waanzinnig populaire zoekterm is. Ja. Omdat alle de fit boys en girls van deze wereld, die schijnen allemaal brandnetelthee te drinken om droge spieren te krijgen. Oh ja? Omdat het een soort van vochtafdrijvende werking heeft. Ja. En zo, dus zo over validatie zijn we dus ook een beetje online gaan kijken van hoe werkt dat? En grappig, brandnetelthee is populair. En er zijn allerlei andere kruidenthee-merken die tegenwoordig heel populair zijn. En ook kruidenthee wordt door sommige mensen nog wel eens uit de geitenwolle sokken van... Dat is heel suffig, maar dat is al lang niet meer zo. Nou. Nee. Dus enerzijds zagen we, boeren, monocultuur, kruiden kan een oplossing zijn. Anderzijds zagen we, er is een enorme vraag naar kruidenthee. Toen gingen we kijken, is er dan al Nederlandse kruidenthee? Nou, er verkoopt niemand Nederlandse kruidenthee. Toen dachten we, dat is gek. Nou, zo zijn we gaan kijken en hebben we dat concept bedacht van PTT, we kunnen bij boeren kruiden inzaaien. Daar kun je vervolgens relatief makkelijk thee van maken. Want je kunt een brandnetel plukken in heet water doen, dan heb je ook kruidenthee. Of je kunt hem drogen, wassen, verhakken en hem in een zakje doen. Heb je ook brandnetelthee. In januari hebben we eigenlijk heel snel die website gemaakt en zijn we gaan testen online. Ja, waar zit die vraag? Wat voor vraag? Hoe moeten we het brengen? Wat is de value proposition die aansluit? Zo allerlei testjes uitgezet, zoals dat gaat, gewoon op Facebook, Google, advertentieruimte inkopen. Waar wordt het best op geklikt? Hoe gedragen mensen zich op onze website? Laten ze hun e-mailadres achter? Zo langzaam het concept aan de marktkant gevalideerd. En tegelijkertijd ook met boeren gaan praten van, zou je daarvoor openstaan? Ja, was daar interesse voor? Want de boerensector is natuurlijk ook niet zo heel erg veranderingsgezind. Ik had dus ook een bepaald vooroordeel bij boeren. Dat blijkt niet zo te zijn. Nee, dat blijkt niet zo te zijn. En zeker dus via Weiland, de stichting, dus wij met een lange ei, zijn we in contact gekomen met een aantal boeren die enorm open stonden hiervoor. Echt, het was ook super gaaf om te zien, onwijs ondernemende lui. En die heel erg openstaan voor nieuwe initiatieven. Ook heel erg het belang inzien van het maatschappelijke belang van diversiteit. Die zeker de biologische boeren waar we mee werken, die dit gewoon heel gaaf vinden en ook omarmen. En dus daarmee hebben we allerlei stukjes land. We zijn een soort van pilot nog bezig. Dus we zijn maar gewoon gaan inzaaien op heel veel plekken. En deze zomer gaan we zien hoeveel er opkomt, wat er opkomt. Want ik vind het wel gaaf van wat jullie doen. Want we hebben natuurlijk hier veel technologie-startups aan tafel. En dat zijn jullie natuurlijk ook. Want je bent een online dienst en noem maar op. Maar jullie hebben gewoon een stuk land waar je straks kruiden vanaf moet zien te krijgen. Die moeten gedroogd worden, die moeten verpakt worden, die moeten... Ja. Hoe regel je dat? Ja, dat is... Dus we zitten ook een beetje van... We'll cross the bridge when we'll get there. Dus het belangrijkste voor ons was dus inderdaad het concept valideren. Boeren zover krijgen. Inderdaad werkt het model. En het eerste doel is biodiversiteit. Dus zoveel mogelijk inzaaien. We hebben nu iets van 3 hectare ingezaaid.
Dus dat is al heel mooi. En nou, nu hopen dat het blijft regenen. Dat is ook leuk. We kijken heel anders naar weer. Ja, ja, ja. Shit, het is al 2 weken droog. En die zaden zitten net in de grond. Gaat dit wel goed? Ja. Ja, en vervolgens gaan we nu kijken van, ja, hoe het opkomt. En we zijn in gesprek met sociale werkplaatsen. Om weer met hun te kijken hoe we die oogst straks gaan inregelen. Dus we hebben een aantal plekken waar we echt best wel, ja, 0,5 hectare, dus dat is best wel flink, bijna zo groot als een voetbalveld, ja, ingezaaid hebben. En we hebben voor ogen dat we op die plekken of de boer het één keer af laten maaien, het meenemen naar die sociale werkplaats waar het in de kassen kan drogen, waar vervolgens de scheiding kan plaatsvinden. Dat schijnt heel nauwkeurig te komen, hè? Het drogen van die kruiden, ja, om de smaak te behouden. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, en daar moeten we dus ook gaan experimenteren van kan dat, ja, inderdaad in 4 weken in een kas, in, ja, de zomer, precies, in de zon, of moet dat heel snel in een voedseldroger? Ja. En dus daar leren wij nu ook heel veel over. En daar gaan we kijken hoe dat het best komt. Maar ja, dus eigenlijk het proces van kruidenthee maken is een zaadje in de grond, plant op laten komen, op het juiste moment oogsten. Hij is misschien heel naïef. Ja. Maar weet je, ik heb veel theeplantages gezien, maar altijd in Oost-Afrika. Ja. De klassieke thee komt natuurlijk uit Azië en in Oost-Afrika. Ja, Kenia. Weet je, de grote mooie heuvels met allemaal thee en allemaal bladeren. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat die kruidenthee natuurlijk ook gewoon in Nederland groeit. Ja, ja, nee, dus dat, en dat heeft nog niemand... Groeit hier ook. Ja, brandnetels groeien hier ook. Ja, precies. Kamille. Kamille groeit hier ook. Maar ik heb er nooit over nagedacht. Nee, nee, dus dat is eigenlijk idioot ook. En we gingen ook vragen aan mensen die dan ja, kruiden suppliers waren van waarom komt het niet uit Nederland? Nou, heeft wel weer met de grondprijs te maken. Ja, de grondprijs is in Nederland heel, heel hoog. Maar vandaar dat je op die ronde komt. Van ja, dus daarom hadden wij ook zoiets van de improductieve delen. Dus ja, zo was het soort van, ja, proberen we daar een win-win-win situatie van te maken. En hoe zit dat dan? Want ik zit altijd te bestellen tijdens onze uitzendingen. Ik zit nou net aan het proefpakket bij jou te bestellen, maar je zegt dat de kruiden nog helemaal niet van het land zijn. Nee, dat klopt. Ja, dat staat ook op de website, dus we maken daar absoluut geen geheim van. Nee, we kopen nu de kruiden nog in. Ja. Bij een partij die helemaal biologisch en zelfs Demeter gecertificeerde kruiden, dus biodynamische kruiden, verkoopt. Dus absoluut geen gifstoffen in de thee. Die komen niet allemaal uit Nederland. Sommige wel, maar het meeste komt uit Frankrijk, Duitsland of Oost-Europa. En dus doordat we nu al verkopen, genereren we geld en kunnen we op nog meer plekken inzaaien. Dus is het eerste doel biodiversiteit. En je ziet ook de markt, of hebben mensen geld voor over? Precies, hebben mensen er geld voor over? Wat vinden mensen lekker aan smaken? Dus we doen enorm veel testjes nu. Allemaal weer online, sturen allerlei feedbackformulieren uit van wat vind je er nou van? En waarom kan ik geen zakelijke account aanmaken? Nog niet. Dat is de volgende stap. We willen dus nu eerst even met consumenten gewoon ook kijken van wat is de behoefte? We willen uiteindelijk dus ook naar kantoren toe om daar de thee neer te zetten, te gaan verkopen. Ja. En we verkopen nu nog een losse thee. We zijn in gesprek ook met theeverpakkers in Nederland om het ook in zakjes te krijgen. En zodra dat is, willen we naar kantoren toe om dat je dus... je kunt dus straks op de bank of op kantoor een kopje thee drinken en natuur herstellen. Dat is het idee. Ja, dat vind ik een heel mooi verhaal. Maar daar is denk ik ook, voor jullie zal een heel belangrijk ding worden, hoe je dat goed doet marketing technisch. Ja, hè? Ja. Want ga naar Tony Chocoloni, je kan denken het is gewoon een reep chocola. Maar door het verhaal wat zij er omheen... Ja. Ja, dat is natuurlijk waar, maar het verhaal wat ze omheen vertellen is ook waardoor ze meer verkopen. Ja, exact. Ja, dus voor jullie zal je marketing van hoe doen we dat nu goed, dus dat is de juiste naam, wat is het juiste verhaal, wat is de juiste payoff, een heel belangrijk ding worden. Ja. Hoe doen jullie dat? Ja, op dit moment, dus en ik ben helemaal eens, het verhaal is belangrijk. Wat we ook wel denken is, de smaak moet vooral goed zijn. Dus Tony Chocoloni zou ook niet zo groot zijn geworden als het geen lekkere chocola was. Hey, bedankt voor je bestelling. Natuur herstellen was al nooit zo gemakkelijk. Het geeft toch een goed gevoel. Dat is wel een goeie. Kom je een kort kopje thee bij me drinken? Ja, ik drink alleen thee als ik in Engeland ben of ziek ben. Dus als ik er thee bij kom drinken, ben ik ziek. Dus marketing, hoe we dat op dit moment doen, is dus gewoon door te testen. Dus een beetje growth hacking methodieken gebruiken om te kijken van wat is inderdaad de juiste
value proposition, payoff, hoe gedragen mensen zich op de website. Ja, en vervolgens zullen we in marketing moeten gaan kijken wat we... wat daar de volgende stappen om daar verder in te professionaliseren en een strategie uit te zetten. Jullie doen het ook wel heel goed hoor, want ik sta naar je site te kijken en zoals je net al hoorde, ik ben niet jullie publiek, want ik ben geen tegenwoordig, maar ik ben heel vrolijk van jullie site. Ja, nee, dus we proberen heel veel humor beetje leuk en luchtig te houden. Het is echt heel goed gedaan. En het werkt ook allemaal, dus dat pleit ook altijd voor. Ja, dat is zeker zo, maar ook gewoon dat je naar kijkt en denkt, hey. Weet je, zo simpel kan het ook zijn wat jullie nu aan nou, ik zeg al, ik zit heel vaak tijdens de uitzending dingen te bestellen, ja. Maar je moet ze de kost geven hoor, dan weet je niet. Dan is het hoeps. Ja. Nee, dat is wel hartstikke leuk. Hey, wat ik interessant vond, je zei ook nog, jullie zijn begonnen met de Landscape Company als een soort holding. Dan neem ik dus aan dat dit een eerste schermutseling of vingeroefening is, de TTT. Leuk bedacht trouwens. Wat is de volgende? Want er is veel meer te doen. En dus een groot onderwerp waar we in het begin ook naar gekeken hebben... is heel veel bodemdaling in Nederland door inklinkend veen. Ja. Dus de grondwater wordt laag gehouden... zodat de koeien in de wei geen natte voeten krijgen... en de boer met zijn trekker over het land kan. Veen wat droog komt te staan, oxideert. 4-5% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt uit oxiderend veen. Nou... Daar zijn ook allerlei oplossingen voor. Dus eigenlijk zouden daar ook boeren die op veen zitten naar een ander model moeten. En daar bijvoorbeeld is de lisdodde, wordt daar genoemd. Het is ook wel bekend als de rietsigaar. Ja? Dat is een gewas, eigenlijk gewassen die op natte grond, natte teelt heet het ook wel... Maar cranberries, maar ook lisdodden. Nou, ja, precies. Maar bijvoorbeeld van die lisdodden, dat vinden wij een leuke. Van die wortels kun je weer wodka stoken. Dat is ook weer een leuke... Dus jij zegt eigenlijk, weet je, laat die veengebieden... Want de oplossing wat je zegt is natuurlijk grondwaterstand verhogen. Ja. Heeft een enorme impact voor de boeren die daar werken. Daar komen jullie dan met een oplossing. Exact. Hoe je met een businessmodel kunt zorgen dat je... Precies. Dus dat die boer gaat zeggen van... Hé, dat is interessant als zij die afzet kunnen regelen. Of als die markt kunnen ontwikkelen. Je kunt met machines er niet meer op. Ja. Het heeft heel veel consequenties. Ja, exact. En op die manier willen wij gaan kijken... en dus ook helemaal niet vanuit de rol van experts dat wij tegen een boer gaan zeggen van zo moet het. Maar dat we samen met hun willen kijken van wat zijn de mogelijkheden? En wij willen heel graag dan die marktkant of dat vermarkten gaan doen. Omdat we ook zagen en zien, is dus in de hele wereld van de agri, ecologie en zo zitten heel veel mensen heel erg goed vanuit de inhoud. Heel veel experts en ook een boer is heel goed in boeren. Maar om vervolgens een model om te moeten gooien of... bijvoorbeeld thee te vermarkten, dat is een heel ander verhaal. En wij willen heel graag kijken van, hoe kunnen wij die expertise straks ook die we met PTT opdoen, dus als het ons dus lukt om op korte tijd, waar is die vraag in de markt en hoe gaan we die markt, hoe gaan we die mensen aanspreken, zodat we dan weer tegen die boeren kunnen zeggen van, kom maar op, let's go. En dus lisdodde is nog maar de vraag, dat is allemaal veel meer lange termijn en er zijn heel veel oplossingen. Maar dat lijkt ons inderdaad heel gaaf om zo constant te blijven kijken. Ja, wat zijn de kansen die in het landschap liggen eigenlijk? Ja, je moet ook wel even voortaan een btw-factuurtje sturen. Het is geen bedrijfsrekening. Ja, we hebben nog geen... Je betaalt toch gewoon btw? Ja, klopt. Ja. Nou, die kan ik voor als je mailt, dan gaan we die terugsturen. Ja. Maar er komt... we gaan absoluut voor de zakelijke markt... Ja. Ik denk dat inderdaad best een hele grote markt is. Ja, en daar denk ik... Je werkt natuurlijk met abonnementen. Ja. En dat is juist het voordeel van heel veel natuurlijk allerlei... Ja, weet je bestelt toch zoveel thee per maand. Dus je bestelt of bij de Sligro. Ja. Ja. Nee, exact. Als je dan iets kan doen voor een betere wereld. En ook, er zijn ook heel veel bedrijven die, weet ik veel, dus de Sustainable Development Goals van de UN omarmen. En daar... graag op bij willen dragen, maar heel veel kennisinstituten. Ja, hoe kun je nou biodiversiteit stimuleren? Maar merk jij ook dat meer resoneert dan een tijdje geleden? Want jullie duiken hier nu natuurlijk op. Je weet het ook te valideren, want je doet doelgroeponderzoek. En, leeft het meer dan een paar jaar geleden? Nou, het is één ding, het leeft enorm, want we zijn vorige week echt overspoeld met aanvragen, wat echt super gaaf is. We kunnen het bijna niet aan, maar we zijn druk bezig om de proefpakketten te deuren. Waarschijnlijk even wachten op een paar dagen, dus het is niet morgen in huis. Dat komt vast voor even wachten. Ja.
Dus dat het resoneert, dat is zeker waar. Ik kan niet beoordelen of dat meer of minder is dan een aantal jaar terug. Nee, ik denk wel dat het... Ik vind wel, maar het is wel hoopgevend. Ja, absoluut. Dat, ja. Ja. Nee, dat was heel leuk. Heel veel jonge mensen, ook oudere, wat oudere mensen, maar heel veel mensen zich zorgen maken over de situatie en milieu en duurzaamheid. Ja, en wat ook, we zijn hier natuurlijk eind vorig jaar mee begonnen. Toen in mijn omgeving gewoon was het zo, oh nou, leuk. Maar afgelopen tijd is het in het nieuws ook heel veel. Dus het heeft ook wel een bepaald momentum. Momentum is on our side. Dus dat is ook wel... Maar ik denk wel dat het meer leeft dan andere jaren. Ja. Maar het is niet nieuw, dat is het niet. Dus ik bedoel, volgens mij, biodiversiteit is al een thema wat de overheid al, volgens mij sinds 2010, hebben ze een taskforce biodiversiteit. Ja. Waar ook, maar het is niet nieuw, maar de termen die jij liet langskomen, zoals growth hacking, et cetera, zijn natuurlijk termen die uit de start-up wereld, de technologie wereld komen. Wat hebben jullie uit die wereld geleerd wat je meeneemt naar wat je nu aan het doen bent? Het is superveel. Dus ik denk doordat we dus van tevoren begonnen zijn met testjes, is die website duidelijk. Als je op onze website komt, willen we dat je in 5 seconden snapt wat we doen. Allerlei van dat soort trucjes helpen ons om nu in korte tijd ons verhaal te vertellen. En daar constant mee te itereren. Ik denk als we dat niet zouden doen, die trucken of die werkwijze niet zouden handelen, dan zou die website er nu heel anders uitzien. En dan zouden we veel minder mensen, denk ik, bereiken. Zouden veel minder mensen overgaan op aankoop. Dat zijn absoluut dingen die we toepassen. En dat is ook wat we willen. We willen juist, zeg maar, er zijn heel veel techbedrijven die de modernste technologie of de modernste gedachtegoederen gebruiken. En die willen wij graag gebruiken om herstel daarmee inzetten. In plaats van, er zijn ook heel veel bedrijven je kunt ook growth hacking inzetten om een of ander suf product te verkopen wat de aarde uitput. Maar wij hebben zoiets van, als we die dingen kunnen zetten voor natuur, Ik word er heel blij van. Erwin weet dat ik zit hier aan tafel nog wel eens een zeikerige vragen te stellen als mensen met de zoveelste initiatief komen om sales funnels te optimaliseren. Ja. Ik vind het allemaal fantastisch. Maar word je daar nou echt blij van? Ja. En ik vind dat echt... ik word blij van mensen zoals jij. Ja. Het is ook gewoon echt heel leuk om te doen. Je zei van, we hebben onze baan opgezegd. Ik neem aan dat jullie nog niet genoeg verdienen om... Hoe doe je dat dan? Ik heb gelukkig het begin van het jaar 3 maanden nog 2 dagen per week een soort ZZP freelance klusje kunnen doen. En Daan heeft nu ook on the site nog even een klusje om de huur te kunnen betalen, zeg maar. Uh-huh. Vanuit Weiland hebben we iets van financiering gekregen. Daar mogen we onszelf niet uit betalen, maar dat is wel om bepaalde kosten te kunnen dekken. Dus dat is allemaal heel fijn. En we zijn nu wel op het punt dat we er gewoon fulltime... dus we waren 3 dagen per week tot en met eind maart bezig. En nu wel echt 5 dagen per week die focus erop willen hebben. Omdat het dan ook ziet... je moet er gewoon helemaal voor gaan. Ja. En dus het is nu zien hoe snel we hier de huur uit kunnen halen in eerste instantie maar. Ja. Dat is ook de reden waarom we dus zo snel mogelijk ook naar die zakelijke... markt wil, omdat daar een bepaalde massa zit. Ja, en je moet het natuurlijk uiteindelijk hebben. Ik heb nu ook een proefpakketje besteld en dat zullen veel particulieren, denk ik, blijven doen. Want je denkt, eens kijken hoe lang ik het doen. Leuk. Maar die zakelijke abonnementen, die recurring inkomsten, zijn natuurlijk de basis onder je bedrijf. Ja. En dat is ook waarom we gekozen hebben voor een abonnement. Omdat we hopen dat mensen natuurlijk voor wat langer blijven. Dus daarom zijn we in de categorie even reclame maken. Het is €9,95, zo'n abonnement wat je nu aanbiedt. Ja, dat is natuurlijk ook heel overzichtelijk. Ja, precies. Ja, absoluut. Dus dat is wel, als je het gaat vergelijken met de thee, de goedkoopste thee in de supermarkt, is dat duur. Ja. Maar... we proberen er ook een beleving omheen te... Ik denk in alle eerlijkheid, en ik ben zelf helemaal niet zo'n theedrinker, ik denk dat het ook resoneert, omdat ik overal tegenwoordig bij mensen thuis hele dure thee zie staan. Ze geven best wel geld uit aan allerlei groene, organische, kruidenthee. Ja. Weet je, wat je zegt is ook heel hip.
Ja. Iedereen drinkt, eerst kwam de verse munt, ja, maar dus toen kwam de gember. Ja. Maar het is echt wel hip. Ja, nee, en als we dan straks ook nog kunnen zeggen, het is 100% Nederlands. Dat wordt het, en ook voor het sociaal en het goed voor de natuur, dan hopen we. Ja, en dus inderdaad bedrijven. Als wij jou over een jaar weer uitnodigen, ben je dan nog steeds bezig met PTT en zo gefocust als je nu praat? Want jullie hebben die holding natuurlijk opgericht en je hebt net al wat volgende plannen gelanceerd. Is dat doable, dat je dit nu zo in de markt zet dat het op een gegeven moment ook gewoon loopt? Want dat is blijkbaar wel een beetje je plan. Ja, dat is het plan. Ik denk dat we er over een jaar nog niet zijn. Dus ik denk dat we hier wel 2 jaar echt op moeten rammen. Flink aan kunnen bouwen. En ook, we willen ook gewoon een bepaalde schaal bereiken. Dus enerzijds aan de afzetkant, maar ook natuurlijk, we willen gewoon zoveel mogelijk boeren aan ons binden. Dus dat er straks in alle provincies gewoon een aantal boeren zijn die allemaal zo'n strook kruiden hebben. Met alle logistiek die erbij exact, hoort. Dus het lijkt mij niet eenvoudig. De oogst wordt een ding. Het voordeel daarin is dat we nu horen dat er van 1 hectare kruiden enorm veel afkomt. Het is mogelijk dat we ook ergens zelf 3 hectare of zo onder eigen beheer de kruiden op laten komen. Dan kun je het efficiënt gaan doen. En dus dat wordt denk ik de uitdaging voor de komende 3 jaar. Hoe gaan wij op een efficiënte manier, of centraal of decentraal, kruiden oogsten en een soort kruidenindustrie in Nederland opzetten. Ja, gaaf. En er zijn ook allerlei andere mogelijkheden rondom kruiden. We zijn ook aan het kijken hoe we het weer circulair kunnen maken. Dus dat onze kruiden, dus bedrijven die onze kruiden thee drinken, het apart inzamelen, zoals ze nu ook vaak met koffiedik doen. Nou, die kruiden kun je ook verwerken in zeep, zoals er mensen al nu van koffiedik zeepjes maken. Je kunt daar weer energie op wekken. Dus zo proberen we het model ook helemaal sluitend te krijgen. Maar dus ja, daar zijn we denk ik nog wel 2 jaar zoet mee, in ieder geval, om dat helemaal zo op te zetten. Hey, investeerders, die nodig? Nee, ja, we liever niet. Omdat je op eigen kracht kunt. Maar we zijn nu wel aan het kijken of we nog ergens vanuit een of andere foundation of zo iets van een... Is het meer naar subsidies of leningen tegen goede voorwaarden? Ja, precies. Zodat we eigenlijk komend half jaar onze focus hierop kunnen hebben zonder dat we te veel geld eruit hoeven te trekken. Ja. En daar zijn we nu allerlei gesprekken voor aan het voeren om te kijken of er mensen zijn die dat... er zijn allerlei foundations die hier geld voor over hebben. Zodat we die soort van de Valley of Death door kunnen om vervolgens door te kunnen. En of het gaat lukken om over een jaar of 2 jaar dat dan weer wat, ik weet veel, 2 dagen per week PTT, 3 dagen per week iets anders. Dat hopen we, maar dat gaan we zien. Ja. Maar zo zijn we wel, dus we zijn nu echt korte termijn PTT. We hebben wel in ons achterhoofd van interessante dingen voor de lange termijn. Proberen we al wel her en der wat tijd voor te maken, zodat we meteen door kunnen. Ja. Ja, mooi. Ik wens je heel veel succes. Ja, dank je wel. Ja. Ik heb mijn eerste bijdrage geleverd. Als het bevalt, dan leuk. Kom met een zakelijk abonnement. En, dan, en ik wens jou zo meteen veel succes. Ja, nou ja, wij allemaal. Elkaar voor succes. Wie on demand kijkt, Ajax speelt over 3 kwartier uit tegen Tottenham Hotspur. In Londen. Ja, spannend, dus, hè? Je begint al een beetje te trillen. Ja, joh, ik ben de hele middag al een stuk zenuwachtig. Dat is mooi. Heb jij geen last van? Nee, ik heb heel weinig met voetbal. Jullie bedankt voor het kijken. En je weet dat je kunt inmiddels al een jaartje of 9 topnames terugzien. Iedere dinsdagavond zijn we er. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Ajax, zet hem op. En tot volgende week. Dag.